minuten stilte voor de volgende dichter. Normaal. Geldt ook voor jou. Tessa Biemann. Ik zeg tegen de scrubspons die op ooghoogte aan de douchestang houdt dat dit mijn laatste dag zou kunnen zijn. Dus de scrubbloem knikt instemmend. Dat zou inderdaad kunnen, dat dit de allerlaatste is. Ik kijk nog eens met extra aandacht naar de roze spons die voor me hangt. Gemaakt van een nylonachtige netstructuur. Opgeknoopt tot een bal die op een bloem lijkt. De bloem heeft de gevolg gezogen met wit schuim en in alle ruitvormige gaten zit een spiegelend filmpje met regenboogvlekken. Als bij een flipperkastmechanisme vallen druppels strapsgewijs door de spons. Het gebeurt rustig en de druppels lijken uit het niets te komen en ook niet te stoppen. De ruimte is gevuld met trage stoom en de geur van kokos. Deze douchegel heb ik van een vriendin gekregen. Ik hou van kokos. Witte kokosschuimbollen zitten in en op de spons. Soms valt er een en ploft uit elkaar op de zwarte vloertegels en op mijn voeten. Ik kijk vlug naar de wandtegels of ze het ook gezien hebben. En ze glimmen naar me. Ze zoomen van ingehouden opwinding. Ze zijn het met me eens, wat ik fijn vind. Het is allemaal inderdaad erg mooi.